Yo, iedereen, Timmy de Duiter hier. Situatie: meisje waarmee je dacht dat je een toekomst had, laat u ineens in de steek. Of iemand in uw omgeving is gevaccineerd en je had dat niet graag. Oh. Of stel, je wordt in het zak gezet door het leven. Oei. Wat gaan wij doen in dit soort situaties waarin wij oftewel onze kennis, onze logica tekortschiet. Onze logica, ons rationeel verstand kan niet volgen. Ons verstand denkt, doe maar, wat gebeurt er? Oftewel, onze emoties hebben hoogtij. Dus die stromen door een paar dijken. Onze emoties nemen over, proberen over te nemen, right? Wat gaan wij in deze situatie doen? Inderdaad, jullie hadden het juist. We gaan wenen. Lekker wenen. Wat denken jullie, mensen? Wat denken jullie? Denken jullie dat ik serieus was? Goed. Wat gaan wij doen in dit soort situaties? Wij gaan relativeren. Wij gaan even tijd voor ons eigen nodig hebben om even over deze zaken rustig na te kunnen denken. Niet te veel na te denken, want nadenken leidt tot overdenken. Maar jullie weten wat ik bedoel. We gaan het proberen in perspectief te plaatsen. Right. Een tegenslag is geen tegenslag, maar een kans om je strategie te herzien. Dus dat gaan we doen. Onze strategieën herzien. Right. We gaan terug alle opties opnieuw overlopen. We gaan een beetje relativeren, kanaliseren, lekker filosoferen, mensen. En filosoferen hoeft niet altijd in slechte tijden te zijn, maar in slechte tijden hebben we het nodig. Dus slechte tijden is een beetje de praktijk voor wat wij in het dagelijks leven uit ervaring leren. Right. Dus ik heb het nu echt over de praktijk. Niet van, ah, ik heb even 2 uurtjes rust. Ik ga nu even lekker filosoferen. Nee, nu gaan we het meer over de praktijk hebben. Dus hoe kun je met crisissituaties omgaan in dit filosoferen? Dus filosoferen, we gaan dat doen. Oké, en we willen daar beter in worden. Een beetje spelen met ons perspectief. Wat ik denk klopt niet altijd. En ik hoop ook dat dat niet altijd klopt. Want anders zou de wereld maar saai zijn. Ik ga eerlijk zeggen, als ik nooit mezelf zou tegenspreken, zou ik geen gegrond perspectief hebben. Zou mijn uitleg ook op niks trekken. Dus als ik mezelf tegenspreek, ja, sorry Tim. Soms moet je eens even aan de kant stappen. Soms moet je eens niet zo lastig doen. Maar dan zeg ik ook maar mijn dingetje en alles komt in tweevoud. Goed, producten die ons helpen met lekker filosoferen, alles rustig een plaatje te geven en onze shit terug together te krijgen. Bovenaan beginnen we een rustig theetje, een witte thee, groene thee, zwarte thee, maakt al niet uit, een lekker theetje. Een theetje kan ons helpen. Theetjes bevatten cafeïne, wat ons energie geeft. En cafeïne maakt weer gevoelig voor stress. Dus, maar aan de andere kant kalmeert een theetje wel en maakt dat wel rustig, verzorgt de bloeddoorstroming en hydrateert. Klinkt mooi. Een theetje kan helpen met filosoferen, maar. In crisissituaties schieten we hiermee tekort. Sowieso. Moving next. Water. Wie had dat gedacht? Water op mijn lijstje. Je kunt veel drinken. Mensen drinken veel tegenwoordig. Ik zie mensen cola drinken. Mensen drinken bier. Mensen drinken porto. Mensen drinken allerlei gekke dingen om hun hoofd alleen maar drukker en drukker en gekker te maken. Terwijl de enige stof die onze hersenen echt vrijmaken, de enige stof die ons lichaam reinigt, is water. Een goed water kan u echt wel verkrijgen. Water maakt uw geest heel helder. Water komt hier. Water is echt uw go-to om te filosoferen. Laat uw geest als water zijn. Altijd aan het stromen,
nooit rustig zijn, want in rustig water, water dat stilstaat, komen bacteriën. Laat uw geest stromen. Zorg ervoor dat je nooit in één bepaald plaatje past. Geef uzelf geen naam van ik ben dit of ik ben dit. Nee. Laat het stromen. Laat het vloeibaar zijn. Volgende. Onze paddenstoeltjes. Dus dit soort paddenstoeltjes bevat een stof psilocybine. Psilocybine werkt op onze pineal gland, pijnappelklier, oftewel het derde oog. En daar heeft dat een bepaalde uitwerking, wat ervoor gaat zorgen dat onze ervaring van de realiteit anders is, waardoor wij een ander perspectief krijgen, waardoor wij een ruimer beeld krijgen van de wereld en van deze simulatie waarin we zitten. Wat dat heel sterk is, en een van de sterkste dingen in dit universum waarschijnlijk, om die kennis op te doen. Maar noodsituaties, dan is dit al te laat. Voor noodsituaties gaat dit uw ervaring enkel moeilijker maken. Dus voor noodsituaties, voor crisissituaties komt deze hier. Voor andere situaties zou ik deze hier durven plaatsen. Maar je moet even lekker filosoferen. Ik ga zeggen hier. Een heel kleine dosis. Een heel kleine dosis hier. Heel kleine dosis hier. Dus lekker filosoferen. Deze paddenstoelen zijn echt wel de moeite. Maar crisissituatie is deze te laat. Gaat u de ervaring minder prettig maken en gaat u er niet veel aan hebben. Maar dus houd bij weinig en kan het nog wel iets doen. Oké. Volgende, suiker. Suiker bevat geen stof, maar suiker bevat de uitwerking op ons lichaam, waardoor dat onze hersenen afkoelt. Dus die kunnen ook sneller denken, want die kunnen sneller afkoelen. En ons lichaam wordt er actief van. Beetje tegenstrijdig effect, maar alleszins onze hersenen worden afgekoeld, wat goed is. Maar wat ook weer niet goed is, want als die suiker dan weer plots uit ons lichaam is, wordt ons hoofd plots te druk. Omdat het dan niet meer zo snel afkoelt, daarom dat suiker ook zo verslavend is. Dus suiker, goed om even te filosoferen, maar op termijn geen big champion. Hennep. Laat mij jullie vertellen. Jezus heeft waarschijnlijk hennep, een trip van hennep gehad. Boeddha heeft waarschijnlijk een trip met hennep gehad. Deze mooie plant is bekend vanwege de filosofers die die innamen. Right? Soms heb ik het gevoel dat de briljantste mensen op deze planeet allemaal bekend waren met hennep. Hennep voor te filosoferen. Ik ga toch een 6 op een 5 geven. Want als er... een 7. Hennep is fantastisch om mee te filosoferen. Zeker wel. Omdat... met die hennep hebben we niet zoals die paddenstoelen dat zoveel tijd in beslag neemt. Die hennep is korter, geeft u een snel alternatief perspectief, wat handig is. Maakt u voelender, waardoor je meer voeling hebt met de zaken. En geeft u een soort van creatieve, fantasierijke logica. Dus als je logica niet kan volgen, zorg die hennep er wel voor dat je met je fantasie of met je creativiteit er wel komt. Blueberries. Waarom staan blauwe bessen op dit lijstje? Blauwe bessen zijn goed voor de ademhaling. De ademhaling hangt samen met de manier waarop wij communiceren naar anderen, maar ook de manier waarop wij communiceren intern.
Dus het ritme van je ademhaling bepaalt voor een groot deel hoe je geest is, hoe je geest functioneert. Als je ademhaling kortademig is of zo, gaat je geest ook nooit helder functioneren. Dus die ademhaling heeft betrekking op je geest. En daar helpen die blueberries mee. Dus, blueberries, cognitief, versterkend, goed voor lekker te filosoferen. Curcuma. Curcuma is een ingrediënt in curry, dat de curry ervoor zorgt dat hij die gele kleur heeft. En in China was er een grootschalig onderzoek gedaan en is er ontdekt dat mensen die vaak curry eten, dat die beter onthouden als de mensen die nooit curry eten. Dat leek te komen, of dat bleek te komen, door de curcuma. Dus curcuma zorgt ervoor dat je beter kan onthouden, maakt je dus mentaal scherper. Ik heb ook gelezen dat er in curcuma cannabinoïden zitten, dus ook die kunnen een uitwerking hebben, kan, op je filosoferen. Goed. Dus je denkt, filosoferen, ja, oké, geef mij toch eerst maar rust en een goed glas rode wijn. In tegenstelling tot bier of tot andere dranken, vind ik dat rode wijn, vooral rode wijn, witte wijn misschien ook, de dingen misschien wel in perspectief kan brengen. Het remt wel ons denken, dus ons denken gaat trager zijn, maar aan de andere kant, uw emoties nemen niet zoveel de overhand meer. Als je echt diepgaand wilt nadenken en diepgaande antwoorden, stel je bent zoals mij en je wilt antwoorden op je vragen en je wordt gek omdat je geen antwoord hebt op die vragen en je wilt daar over nadenken, je wilt die dingen weten, dan denk je dat wijn niet je go-to is. Aan de andere kant, moeilijke fasen in je leven en nee, hier puur voor te denken, maar voor problemen op te lossen en te communiceren, maar might be here, maar voor deze ga ik die hier zetten, omdat je denken dus minder versnelt, minder toeneemt. Trouwens, met deze, wat aangetoond is, is dat je hersencellen gewoon denk dat er, als je die foto ziet, dat er misschien 5 keer zoveel activiteit is in je hersenen of zo. De gebieden in je hersenen dat je met deze paddenstoelen bereikt, is echt extreem. Wat ik bedoel, als je die lijntjes ziet op die hersenen en welke dat werkt met deze erbij, die hersenen zijn precies helemaal ingekleurd. Maar goed. Jeneverbessen, Juniperus, de boom Juniperus. De bessen daarvan, of gewoon even gaan mediteren naast die boom. Jullie kennen allemaal die coniferenlucht. Zo'n dennenlucht of een sparrenlucht, dat wel een jeneverbessenlucht is. Is iets gekruidiger, maar is wel even hetzelfde. Jeneverbes, ook weer hetzelfde. Diepe inademing zorgt ervoor dat je luchtwegen beter functioneren. Luchtwegen die beter functioneren, ik heb het al gezegd, je geest die beter functioneert. Hier, jod. Maar nee, hier. Hier, yes. Voilà, daar komt ie. De volgende, wierook. Wierook is handig. Wierook reinigt de negatieve dingen soms. Ook gewoon de overgang van een stokje naar rook. Symboliseert eigenlijk al wat wij doen als wij met onze geest uit ons lichaam of naar boven toe gaan om informatie te verzamelen of om te zweven, zeg maar. Te zweven bedoel ik daarmee zoals ik hier zei, dat onze geest vloeibaar als water moet zijn, is hier onze geest rook, zeg maar. Dus die overgang, die stimuleert ook ons denken op een andere manier. Dus dat is wel goed, afhankelijk van welke wierook, welke kwaliteit. Geef ik wierook? Hier. Als het echt goede kwaliteit is,
hier. Hier ook met curcuma, ik weet niet of dat bestaat, of met jeneverbessen of het een of ander, zou ik hier plaatsen. Gewoon een wierook hier. Dus wierook is fantastisch om even een meditatief, filosofisch momentje mee te beleven. En de laatste is onze essentiële olie van rozemarijn. En rozemarijn, die bloemetjes, donkerpaars, paarsblauwig, in dit olietje maakt dat een fantastische geur. Jullie weten allemaal hoe munt een bepaald effect heeft op onze mond, op onze neus. Alhoewel met deze rozemarijn extract, veel sterker is als gewone rozemarijn, dringt dat door in onze neus. Dus dat munteffect krijg je van achter in je neus en dat reikt door tot aan de hersenen. Dus je hersenen worden gewoon volledig vrijgemaakt. Laat mij zeggen, we hebben onze patroon gevonden. The one and only. Rozemarijnolie. Rozemarijn ook reinigt ook gewoon negatieve zaken. Rozemarijn is echt de winnaar. Voor filosoferen. Goed, dus we hebben geen e-scores deze keer. Geen slechte. Ik heb alleen de goedjes eruit gekozen. Dus, koop rozemarijnolie. Verstuif dat een beetje. Adem die zuivere kruidenolie in. En plaats de dingen in perspectief. Kom aan, blijf niet bij de pakken zitten. We moeten verder, leven gaat verder. Met of zonder u. Met of zonder uw emoties, wat uw emoties ook zijn. Just deal with it. En daar helpt die rozemarijn mee. Geef het een plaatje en zet het even opzij. Of handel het ineens af. Als je het ineens af kunt handelen, des te beter. Als je het even wat rust moet geven, geef het even rust. Oké, goed. Water, sowieso water. Water is je eerste keus. In elk geval. Paddenstoelen. Hennep en jeneverbessen. Voor mentaal versterkend, blauwbessen, curcuma en wierook kan ook goed zijn. De onderste categorie kan op een bepaald moment in een bepaalde situatie goed zijn, maar zijn geen aanraders. Dit was de toplijst. Lekker filosoferen en planten.